en welkom terug bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie en dat is weer een kringloop shoplog. My faves! Ik vind het super leuk om te shoppen bij de kringloop, zoals je wellicht weet. En vooral kleding. Ik vind het super leuk om mijn eigen kleding die ik niet meer draag naar de kringloop te brengen. En dan daar weer te shoppen voor wat nieuws. En gewoon het ruilidee, dat staat mij heel erg aan. En het idee dat het gewoon een tweede kans krijgt en zo vind ik echt geweldig. Dus waarom zou ik dan in godsnaam nieuwe kleding kopen in de winkel als ik gewoon superleuke kleding kan vinden tweedehands? Nou, ik heb weer aardig wat gevonden en ik ga het je dus allemaal laten zien. Ik krijg van jullie vaak de vraag, Saar, waar ga je nou kringloop shoppen? Bij welke kringlopen shop jij je kleding? En wat ik altijd doe, ik woon zelf in Nuenen, maar waar ik ga kijken is altijd bij het Goed. Omdat die hier in de buurt gewoon heel erg zitten. Ik ga altijd naar het Goed in Gelderop, het Goed in Eindhoven en het Goed in Best. Er zit er tegenwoordig ook een Goed, of het Goed in Nuenen. Alleen die vind ik zelf persoonlijk net wat minder leuke items hebben. Dus daarom ga ik eigenlijk het meest ga ik naar Best en naar Gelderop. Dus mocht je hier in de buurt wonen, dan weet je waar je misschien wellicht leuke kleding kunt vinden. Ik vind zelf dat ze in Best en in Gelderop echt super vaak leuke kleding hebben. Dus zeker de moeite waard om daar te gaan kijken. Als allereerst wil ik je deze blazer laten zien. Dit is een blauwe blazer. Een beetje, wat voor kleur blauw is het? Een beetje marineblauw, denk ik. Het is niet echt koningsblauw. Ik weet niet. Een beetje donkerblauw. En deze is van Lofty Manor. En ik vond hem zo super leuk. Want zoals je in de binnenkant ook al kunt zien, zit er een rits in aan de achterkant. En dat geeft hem gewoon een super speels effect. En echt gewoon een eyecatcher. Dus je kunt de rits aan de achterkant bijna helemaal tot boven open doen. Hoe grappig is dat? Ik vind dat echt geweldig. Als kledingstukken gewoon net wat extra's hebben. Gewoon net even wat anders eruit zien als standaard. En dat heeft deze. Dus daarom heb ik hem meegenomen. En deze kostte €8,95. De dag dat ik ging had ik een rokje aan met een topje daarboven. En het was snikheet. Ik had echt een ander topje nodig, want het topje wat ik op dat moment aan had was echt gewoon, dat zat veel te strak en het was echt zo'n zo'n bloezig stofje, zeg maar, waardoor ik het alleen nog maar warmer kreeg. En toen dacht ik ook, eigenlijk heb ik sowieso voor deze rok, voor die rok die ik toen aan had, ik kan hem trouwens wel even laten zien, want hij ligt hier toevallig voor me. Om deze rok gaat het, die heb je ook al een keer kunnen zien in een kringloop shoplog die ik gevonden heb en ik vind hem echt zo leuk. Hij staat echt super leuk. En voor deze rok zocht ik dus nog iets leuks erop met korte mouwen. Want ik had wel wat lange mouwen items erop, maar nog geen korte mouwen. En toen kwam ik deze tegen, deze top. En toen dacht ik, die is perfect daarvoor. En ik even kijken, hij is van H&M. Gewoon heel simpel, gewoon zo'n basic hemdje eigenlijk. En hij was €0,95. En de kleur matcht gewoon mooi met het rokje. Dus daarom had ik hem meegenomen en ik had hem toen gelijk aangetrokken. Dus vandaar dat hij een beetje verkreukt is. Maar ik ben er zo blij mee. Ik vind het echt een geweldig mooie basic kleur. Iets wat ik ook nog tegenkwam was dit t-shirtje van Kant. En hier viel gelijk mijn oog op. Ik kijk sowieso heel vaak naar Kanten items wanneer ik bij de kringloop ben. Want ik vind Kant gewoon echt super mooi. En toen ik deze tegenkwam, dacht ik, wauw, echt geweldig. Hij is wat korter, dus hij komt net boven de navel. Maar in principe met een mooie kokerrok of zo eronder of een high-waisted jeans vind ik dat best wel leuk. En volgens mij is hij gewoon niet gedragen, want het nieuwe kaartje hangt er gewoon nog aan van de Zara. En hij heeft dan op de achterkant heeft hij een rits zitten. En gewoon ook dat kraagje, dat kantenkraagje erbij vind ik echt geweldig. En die kostte €5,95. Ook en nog een ander leuk item wat ik tegenkwam was deze blouse. Ik ben echt gek op blouses. En ik vind die kleur, deze kleur rood vind ik echt gewoon heel erg mooi. Een beetje wijnrood kleurtje. Is ook wat langer. En hij is van de Primark. En hij is €1,95. Echt
Bizar. En hij stond me gewoon... Ja, die kleur die staat me altijd wel heel erg mooi. Een rode kleur. Dus vandaar dat ik deze ook heb meegenomen. Ook deze body kwam ik nog tegen. En het is gewoon een witte body. Maar wel met een heel leuk printje en motiefje, zeg maar. Of motiefje. Gewoon met een leuk... ja, leuk detail hiervoor. Ik hoop dat je het goed kunt zien. En anders kun je het eigenlijk bij het aanshot beter zien. En deze is van New Look. En kost €2,95. Maar ik vond gewoon... Ja, ik vind zoiets altijd super leuk staan op een high-waisted broek of zo. Gewoon lekker stoer. En dan een blazer eroverheen of zo. Is dat echt top. Dus daarom had ik hem... Heb ik ook deze meegenomen. Oké, ik heb nou even een witte BH eronder gedaan. Want geen idee wat ik er anders onder moet doen. Hij is alleen wat strak hier. Hij drukt echt alles goed fijn. Ja, dat heb ik vaker als een body wat aan de korte kant is, zeg maar. Ja, misschien dat dat nog uitrekt of zo in de was vaak. Maar ik vind hem wel echt super leuk. En ergens denk ik, ja, dan drukt het allemaal maar fijn. I don't care. Zoals ik al zei, jasje eroverheen en gaan. Dus ja, ik vind hem wel echt super leuk, super tof. Gewoon die details zo, ja. Echt heel leuk. En zo nam ik ook deze blouse weer mee. Weer een blouse. Ja, I know. Maar ik vond deze gewoon ook heel erg leuk. Om hoe die eruit zag. Voor heeft hij zo'n wikkel, zo'n omslag, zeg maar. En achter valt hij gewoon normaal als een blouse. En daarnaast vond ik gewoon die waaiers heel erg... Of vind ik die waaiers heel erg leuk op de blouse. Gewoon ja, net even wat anders als standaard. Hij is €3,95 en het merkje is er uitgeknipt, dus dat weet ik niet. Oké, ik denk dat ik hem op deze broek niet zo mooi vind. Maar dit is het blouseje. Eén van de blousejes. Achter schijnt hij gewoon door. En voor zit er nog een stofje onder. Maar ik vind hem wel heel leuk. Gewoon net wat anders als anders. Dan gaan we door en dit is alweer een blouse. Ja jongens, ik ben echt blouse fan en fanaat. Ik heb deze blouse, heb ik al in het wit. Volgens mij is deze, ik kan het labeltje staat er niet meer in. Er staat alleen de maat nog in. Maar volgens mij verkochten ze deze toen bij de Kruidvat van... Ik weet even niet meer hoe dat merk heet. Maar ze hebben wel eens zo'n kledinglijn bij de Kruidvat die ze daarvoor kopen. Niet super trash, dat bedoel ik niet, maar... Ik bedoel een andere, iets met een L. Livera, nee, ik weet het niet. Livera wou ik zeggen, maar dat is het niet. Nou, Evin, deze blouse heb ik dus in het wit en die zit super fijn. Is echt ideaal. En dan kwam ik hem tegen in het zwart en dacht ik, ook die gaat mee. Want ik heb al wel zo'n blouse van de Cool Cat, ook met zo'n body eronder. Maar die zit, ja, die is eigenlijk een beetje te klein. Die heb ik geloof ik in een XS'je gekocht. En dan trekt die heel erg in de lengte, omdat ik 1,75 ben. Dus nu heb ik deze en deze is in een maatje 36 en hij kost €3,95. Ik hou van dit soort blouses, jongens. Dit staat zo chic, zo netjes. Ja, ik hou hier echt van. Ik vind dit echt heel tof staan. Even iets anders dan een blouseje. Ik kwam dit superleuke t-shirt tegen. En ja, als je mij kent, ik ben gewoon echt een beetje de laatste tijd met name heel erg van het spirituele. En ik vond dit dus echt een geweldig shirt. Hier staat echt letterlijk zo wat mijn naam op. ik hou hiervan gewoon. Vooral met dat alziend oog erop. En het is de hand van, oh, ik weet het even niet. Ik ben niet zo goed in culturen en hoe zeg je dat, geloven en zo. En dit is het t-shirt. Ik heb even een andere broek eronder aangedaan, want ik vond wit op wit net niet zo mooi staan. Dat shirt stond niet zo mooi op die broek. Dus ik heb even een flare jeans aangedaan en sneakers eronder. Dit is denk ik toch net meer mijn ding. Ik heb mijn haar wel even in een staart gedaan. Even praktisch. Maar zo. Beter. Ja, dit vind ik wel echt super leuk. Echt zo'n saar shirtje.
Hij is van So Thrilled of zo. Ik ken het hele merk niet. Er staat ook Soat, dus S-O-A-T en dan R-L-D. Dus geen idee hoe je dat überhaupt uitspreekt. En hij is 1,95. Ja, I love it. Superleuk. Heerlijk. En als laatste heb ik natuurlijk voor jullie bewaard nog een blouse. Ja, jongens, het is echt erg. Oh my lord, echt alleen maar blouse, blouse, blouse. Ja, ik hou ervan. Ik kan er niks aan doen. En ik vond deze ook weer zo leuk, omdat hij gewoon een leuk printje heeft. Gewoon een apart printje. Ja, gewoon niet zo standaard. Ik dacht, ik ga eens een keer voor iets anders. En hij valt gewoon wat lekkerder, wat wijder, een beetje baggy. Vind ik ook wel leuk om het dan ergens in te stoppen. En dan valt het een beetje meer, een beetje meer poeverig, om het zo maar te zeggen. En het merk, geen idee, is eruit geknipt. En hij kost €3,95. En de laatste blouse. Zoals ik al zei, valt hij wat oversized. Dus het mooiste vind ik als hij wat erin zit, zeg maar. Kijk, op deze manier vind ik hem gewoon net wat leuker staan. Wat nonchalanter of zo. En ik weet niet. Vind ik hem gewoon net wat toffig. Heel blij ook mee. Hij staat ook gewoon super leuk. Gewoon wat fleuriger of zo. Niet gewoon standaard zwart, maar gewoon door dat printje. Ja, doet het gewoon iets leuk. Leuk, leuk. En dat waren alweer al mijn items voor deze keer. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Of jij laatst nog iets leuks hebt kunnen shoppen bij de Kringloop. Want ik weet dat jullie dat ook doen. Laat me weten in de comments. En dan zie ik je natuurlijk heel graag weer volgende week bij een nieuwe video terug. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Bye bye!